De kleuren met bloemen vandaag in Houten bij Danielle. Ja, en ik heb niet alleen bloemen, ik heb zelfs bloeiende planten bij me. Nou, Danielle, ik sta in je huiskamer. Het ziet er niet kleurig uit, hè? Nee, nee, ik durf nooit zo met kleuren. Nou, schat, ik ben nu in de huiskamer. Nou, ik heb een kleurtje bij me, hoor. Je houdt toch wel van bloemen? Ik hou heel veel van bloemen. Ik heb gerberen bij me, die zijn allemaal rood getint. Nou, dat knalt wel, hè? Oké, dat durf ik normaal nooit. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Komt op glas te staan. Ik heb orchideeën bij me, die zijn een beetje lila roze. En ik heb ook nog betulia's bij me en die zijn roze. Nou, volgens mij wordt dat heel gezellig. Nou, heel gezellig. Ik ga mijn kleur aan de slag. Kijk, dit zijn grootbloemige gerbera's. Die zijn minimaal 10 centimeter van doorsnee. Nou, dat zijn even bloemen. Die kweker zoekt die ook precies uit, want ze moeten allemaal van dezelfde bloemgrootte zijn en van dezelfde stengeldikte. Nou, staan die bloemen alle kanten op en dat geeft helemaal niks. Want kijk, als ik een andere pak, die staat weer zo. Morgen zijn ze allemaal rechtgericht. Vroeger moest je dat ondersteunen met een ijzerdraadje. Dat hoeft gelukkig niet meer. Dat is wel een belangrijk ding. Als je het nou vult met water, moet je altijd zorgen dat het een laagje is. Die stengel die is namelijk behaard. Staat die diep onder water, dan kan er op een gegeven moment een bacterie bij komen en dan kan die bloem verrotten. Dat is natuurlijk zonde. Dus altijd een klein laagje water. Mooi zijn ze. Dit is de betulia. Ja, dat is een begonia. Maar ja, chique klinkt natuurlijk betulia. Die wordt binnen in de huiskamer gebruikt. Ik heb hem ook in het rood. Moet je kijken. Die heb ik hier. Knalrooien. En wat is nou zo leuk van de betulia? Het is een hele rijke bloeier. Je kan hem ook buiten gaan zetten. Als het eerder is niet bevriest, zet je ze buiten. En dan bloeien ze tot diep in het najaar. Ze krijgen absoluut geen schimmels. En het zijn eigenlijk prachtige, gelijkwaardige planten. Dat geldt trouwens ook voor deze. Dit is de Campana. Prachtig blauw. Die heb je in verschillende variëteiten. En dan heb ik er hier een. Ja, deze is eigenlijk typisch voor binnen. En dat kan je wel zien aan dit sterretje. Want dat is het sterretje van Bethlehem. Die kweker die zoekt ook die planten uit. Dat het allemaal echt gelijkwaardige planten zijn. Zijn beste planten altijd. En als hij ze dan heeft uitgezocht, dan kijkt hij heel trots. En dan denkt hij, dat is echt decorum. Dit zijn Alice orchideeën en die heb ik in glas gezet. Dat zijn speciale orchideeënglazen. Kan je dus ook één keer per week dompelen, uit laten lekken, zet je ze er weer in. Mooie orchideeën zijn dit, hè? Deze orchidee heeft nog geen naam. Kijk, elke ras krijgt een naam. Nou, die heeft hij niet. Het is wel een Alice orchidee. Die naam die mag verzonnen worden door een van de kijkers. Nou, stel dat hij zegt, nou, dat is een prachtige naam voor die orchidee. Nou, zend dat even in naar de Alice-site. Ga er even naartoe, vul dat in. De beste inzender waarvan ze zeggen dat gaat de naam worden, die krijgt een rondleiding op de kwekerij. Maar die krijgt ook een orchidee met zijn eigen naam die hij bedacht heeft. Danielle, nou, een beetje kleur in de kamer, hè? Ja, supermooi. Ja? Ja. Je durft het niet zo goed, hè? Nee, ik durf eigenlijk nooit geen kleuren te dit nemen. Dit is je meest favoriete tint, zei je al. Ja, is echt geweldig. Hey, en die orchidee heeft nog geen naam. Dus daar kan je ook over nadenken. Nou, ik zou zeggen Danielle. Nou, zet het in. Misschien gaat die Danielle eten, weet jij veel. Hey, en ik heb altijd het Ticento-moment. Want het Ticento-moment is eigenlijk, ja, altijd een leuk moment. Je kan iemand dat cadeau geven. Ik heb Ticento Caladiva, Ticento Gerbera, Ticento Grisant, Ticento Roosje. En ook weer een Ticento Caladiva. Heb je iemand in gedachten die dat cadeau zou willen geven? Ja, mijn vader houdt heel erg van bloeiende plantjes. Dus. Nou, zoek er eens één uit voor je vader. Nou, ik denk dat hij ook wel een pittig kleurtje kan gebruiken. Kijk, daar houdt hij van. Ja, kan hij ook een beetje pittig kleurtje gebruiken, een leuke stemming? Nou, dan neem je er toch nog één mee. Neem er twee mee. Ja. Nou, dankjewel. Moet je eens even kijken. Superleuk. Kijk, ze is er helemaal blij mee. Dit heet de kleuren met bloemen. Nou, wil je nou ook dat ik bij je langskom? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. En wie weet kom ik langs. Ook weer met die cento's, hè? In Voorthuis.